Veel Hagenaren stonden zaterdagmiddag nog in de rij om op het laatste moment vuurwerk te kopen. Gemiddeld werd er de afgelopen 3 dagen zo'n 80 tot 100 euro uitgegeven aan vuurpijlen, rotjes en ander knalwerk. Het populairste was dit jaar opnieuw het siervuurwerk. De voorverkoop is dit jaar achtergebleven bij voorgaande jaren. Maar de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland verwacht dat de omzet uiteindelijk even hoog wordt als vorig jaar, 65 miljoen euro. De Haagse burgemeester Van Aartsen heeft zaterdagmiddag een druk programma gehad in voorbereiding op de jaarwisseling. Zo is hij op bezoek geweest bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis MCH Westeinde. Daar is hij bijgepraat over de behandeling van vuurwerkslachtoffers. Ook heeft Van Aartsen een bezoek gebracht aan bewoners van de Hopmanstraat. Daar waren vorig jaar ongeregeldheden. Een grote loods in Hillegom is vrijdagnacht volledig uitgebrand. 30 mensen uit de omgeving moesten hun huis verlaten. Niemand raakte gewond. In de loods lag ook vuurwerk dat door de brand tot ontploffing kwam. Om 6 uur zaterdagmorgen was de brand onder controle. Ook in een kas achter een woonhuis aan de Groeneweg in Schravenzande heeft brand gewoed. Het vuur brak zaterdag uit om ongeveer 11:15. In de kas stond een caravan. Daar sliep iemand in, maar die bleef ongedeerd. Een kat raakte wel ernstig gewond.